Bent u al bij de kapper geweest? Nee, nog niet. En dat ben ik eigenlijk nog niet van plan ook niet. Hoe voelt het om eindelijk weer open te zijn? Ja, het is dubbel. Van de ene kant helemaal blij natuurlijk. En aan de andere kant is het natuurlijk anders werk als anders. Want het is natuurlijk allemaal op afspraak. Dus ik mis wel mijn klanten, moet ik zeggen, van gewoon een bakje koffie en gezellig. En ja, daar zit er nou niet in. We hebben hier heel lang op gewacht. We zijn nu al 2,5 maand dicht geweest. Ik denk dat alle kappers hier wel een tijdje op hebben gewacht. Het voelt heerlijk en het is weer goed om alle klanten weer terug te kunnen ontvangen in onze mooie kapsalon. Wat vindt u er nou van dat eindelijk die versoepelingen er zijn en winkels weer open kunnen en kappers? Nou, ik vind het een goed ding. Want natuurlijk, als de kappers niet open zijn, dan krijgt u natuurlijk allemaal soorten mensen die daar weer heel boos om worden en allemaal zo'n soort van kapseltje krijgen. Wat vindt u ervan dat u eindelijk weer open bent? Heel fijn. We kunnen weer alle mensen blij maken. Dus ja. Ja, het heeft lang geduurd, maar gelukkig zijn we weer open. U zegt het heeft lang geduurd, maar vindt u dat het te lang heeft geduurd of is dit perfect? Ja, onder de norm hoe wij kunnen werken, hadden we wel eerder open kunnen. Bent u al bij de kapper geweest? Nee, nog niet. En daar ben ik eigenlijk nog niet van plan ook niet. Niet? En hoezo niet als ik vragen mag? Ja, ik vind het nog niet zo nodig, dus dan wacht ik liever. Maar blijft het wel doorlopen allemaal? Ja, we zitten vandaag eigenlijk tot 5 uur zitten we eigenlijk een heel eind volgepland. Dus nee, ja, mopper mogen we niet. Maar normaal is het hier altijd net een zoete inval. U loopt hier net de kapper uit. Wat vindt u ervan dat eindelijk de kappers weer open zijn? Nou, ik ben daar wel heel blij mee. Natuurlijk gewoon, het is ongeveer denk 10 weken geleden, een week voor de kerst, dat ik voor het laatst naar de kapper ben geweest. En nou ja, ik ben nu weer geknipt en gekapt. Nou, blij dat we weer gewoon bij de kapper zal terecht kunnen en hopen dat de rest ook weer snel open gaat.